Dag. Mevrouw Oosterleen. Dag, Rasje Knauwing, wethouder. Ongeveer 12 mensen komen naar het stadsdeelkantoor Loosduinen om de kersverse wethouder wat huiswerk mee te geven. De bewoners hebben flink wat op hun lever. De fiets is het doodeng, want er staat maar aan één kant verlichting. En ik zou graag een bord willen hebben bij mijn huis, want mijn huis is soms onvindbaar. Wij hadden containers aan de straat, stenen containers. En die is donderdag weggehaald. En dan moeten we meer dan 117 meter lopen. Anders zouden we denken van, nou lopen we dat stukje nog. Maar we hebben allemaal mensen met, die boven de 80 zijn. Nou, dat in het kleine hout, dat wijkparkje in Houtwijk, niet duidelijk is waar honden los mogen lopen en waar niet. En ik denk, wij hadden altijd een gewone container in de tuin staan. Die is maandag geleegd en meegenomen. Dus nu moet ik veel verder lopen om mijn vuil weg te brengen. De wethouder noteert namen, rugnummers en klachten en is vast van plan om de bewoners op een of andere manier tegemoet te komen. Ik kan in ieder geval op al die vragen een antwoord geven. Gewoon een antwoord van, we hebben ernaar gekeken en dit is er aan de hand en dit kunnen we eraan doen. En het zal ook wel eens voorkomen dat we er niks aan kunnen doen. Maar als wij ons best doen als gemeente en ik als wethouder, dan denk ik dat we op een hoop vragen gewoon een goed antwoord kunnen geven en die mensen echt kunnen helpen. Maar dan denk ik, dan kom ik met mijn persoonlijke probleempje, kom ik even bij u langs en misschien lost de wethouder het dan voor mij op. Nou, als u een persoonlijk probleem heeft, dan kan ik het in ieder geval aanhoren. En dat is al heel belangrijk. En dan kan ik kijken of het een probleem is wat we echt wat mee moeten. Of is het een individueel vraagstuk van een bewoner, ja, waar die gewoon aan moet wennen. Waar we zeggen, dit is de oplossing en daar moet u het mee doen. Ik hoop gewoon wel dat ik er antwoord op krijg. Duidelijkheid. Ja, dat hopen we. Gaan we vanuit. Ja, toch. En anders trekken we weer aan de bel.